Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Loes van Drommen, kandidaat voor CD&V West-Vlaanderen, plaats 4. En ik ben momenteel lokaal mandataris in Poperingen. Ik heb twee zonen, twee prachtige zonen. Ik ben ongelooflijk trots op de Westhoek en ik hoop de Westhoek in Brussel te kunnen vertegenwoordigen. Ik heb een hart voor iedereen die zorgt voor anderen en ik hoop dat ik kan zorgen voor jullie en voor iedereen die in onderwijs bezig is. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, het is niet mijn eerste stap in de politiek. 20 jaar terug werd ik voor de eerste keer gevraagd om mee te doen op de lokale verkiezingen, de lokale lijst bij ons in Poperingen. Ik was toen zeer geëngageerd in de jeugdraad onder andere. En ik kreeg een mooie plaats. En ondertussen ben ik al voor de derde keer schepen in de mooie Hoppenstad. En kreeg ik ook de kans om hier in het Vlaams parlement als parlementair medewerker te gaan werken voor Jan Durnee. En kreeg ik de opdracht om eigenlijk alles op te volgen wat er in de commissie onderwijs aan bod kwam. Welke quote heeft u gekozen? Wel, mijn quote is zeg maar Loes. En dat is op twee punten voor mij heel belangrijk. Toen ik schepen werd, was dat voor mij heel erg aanpassend. Toen iedereen mij aansprak met mevrouw de schepen. Welkom, zet u mevrouw de schepen. En toen zei ik heel vaak van zeg maar Loes. Ik ben gewoon Loes. Ik voel mij daar het gemakkelijkste bij. Maar ook zeg het maar een keer Loes. Zeg maar wat jij denkt. Zeg maar waar jij voor staat. Want ik ben iemand die nogal graag ook verkondigt wat ik denk, zonder daarom te polariseren, zonder daarom mensen tegen de borst te stoten. Dus gewoon zeg maar Loes. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, ik heb niet één naam dat ik naar voren kan schuiven, maar toch, ik geloof in mensen die op zoek gaan naar het compromis, die misschien het verbindende heel belangrijk vinden, die niet over lijken gaan, die oplossingen vinden als de problemen zich effectief stellen. Er is niet één persoon die ik zo naar voren schuif, maar mensen die zichzelf niet verloochenen, die hun idealen blijven nastreven. En dan denk ik dat naar mijn aanvoelen, mevrouw Krivits, minister Krivits, onderwijs, toch wel die persoon kan zijn. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, ik ben eigenlijk volop bezig dag in dag uit met onderwijs. Ik ben heel blij dat onderwijs momenteel heel hoog op de agenda staat. Ik ben zelf van opleiding onderwijspedagoog. En mijn droomjob was om ooit les te geven aan de lerarenopleiding. Maar ik vond toen dat ik misschien toch eventjes zelf ook voor de klas moest staan om te weten hoe het aanvoelde om les te geven, om dat echt vanuit de praktijk mee te hebben. Maar toen werd ik schepen en kreeg de kans om hier in het Vlaams parlement ook onderwijs op te volgen. Dus onderwijs is echt wel een beetje de rode draad door mijn leven. En ik hoop om dat in de toekomst ook verder te kunnen oppikken. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, ik vind vooral als je nu kijkt naar onderwijs bijvoorbeeld, vind ik het nogal opmerkelijk dat je een heel extreem standpunt moet hebben, dat je eigenlijk bijna in slogans moet gaan spreken om je standpunt te kunnen verdedigen of verkondigen. En dat het heel moeilijk is om genuanceerd in beeld te komen of je standpunt in beeld te brengen. En als ik dan denk, bijvoorbeeld rond onderwijs, ben je nu ofwel iemand die heel sterk gelooft of belieft in het welzijn van leerlingen, of anders ben je een pleitbezorger voor kennisoverdracht. Maar de twee samen, dat is blijkbaar niet echt iets waar je kunt voor staan. Terwijl dat net is waar ik wel in geloof dat we de twee moeten nastreven. Want leerlingen kunnen alleen maar studeren of dingen bijleren of vaardigheden aanleren als ze zich ook goed in hun vel voelen. En dat is iets dat polariserende, is misschien een beetje een hip woord in de politiek. Maar toch denk ik dat dan naar mijn aanvoelen anders kan. Welk voorwerp heeft u meegebracht?
Wel, ik heb gekozen voor een musketon. En dat staat voor mij als symbool voor veiligheid. In Vlaanderen hebben we hele mooie sociale zekerheid. En dat is iets wat ik denk dat wij heel sterk moeten koesteren. Musketon staat ook voor veiligheid als je op een hoge hoogte bent. Dat je durft te springen, dat je durft ervoor te gaan. En dat is een soort veiligheid die ik denk dat we moeten kunnen bieden aan elke inwoner in Vlaanderen. Op het vlak van onderwijs bijvoorbeeld heeft iedereen de kans om te mogen falen, om te leren uit zijn fouten. Naar welzijn toe denk ik dat we een opvang moeten bieden voor iedereen die het moeilijk heeft. Naar mensen die bijvoorbeeld een zaak willen opstarten, denk ik dat er ook mogelijkheden moeten zijn dat zij opgevangen worden als het wat moeilijker gaat. Dus een musketon staat voor mij voor veiligheid, voor iedereen die durft springen.